Hi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Zeeman shoplog. Het was totaal niet gepland. Ik liep de Zeeman in voor hele andere dingen dan kleren. Maar ik was flabbergasted van alle leuke dingen die er hingen. En er is één negatief iets aan de Zeeman. Ik weet niet of het iedere Zeeman is trouwens, maar de Zeeman hier in Veenendaal heeft geen pashokjes. Dus ja, ik kan het allemaal een beetje voor me houden en een beetje inschatten. Maar lastig vind ik dat. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik neem het gewoon gezellig mee. Alles wat ik leuk vind, een hele tas vol. En dan ga ik het gewoon gezellig met jullie passen. Echt. Ik ben echt verbaasd hoeveel leuke dingen hierin zitten. En zelfs ook een aantal kerstitems. Oké, dan. De eerste is een twijfelgeval. Het is namelijk zo'n nep leren broek. En ik had een hele leuke, maar die pas ik niet meer. En ja, deze hing er alleen nog in maat 36. Maar ja, ik wil het gewoon proberen. Want als ik het zo zag, dacht ik, ik denk dat het ergens wel moet passen. Maar ja, dan zit je ook nog met de lengte. Ik weet het niet. Maar hij was maar 16 euro. Ik dacht, weet je, het is proberen waard. Maakt mij het uit. Ik heb het ook zo weer teruggebracht. Ik denk niet dat het een wijde pijp is, maar dat hij op zich een beetje tussen, nou, misschien ook wel gewoon skinny. Ik weet het niet. Ik ga hem gewoon proberen, maar ik wil wel graag een nieuwe. Want dit is wel een broek die ik in het najaar veel draag. Maar 36 zou heel goed te klein kunnen zijn. Ik had op zich goed ingeschat dat ik er wel in zou passen. Dat is ook zo. Maar ja, hij is te kort. Ja, het is niet heel storend hoor. En je kan denken, ik vind hem niet per se te kort. Ik wel. Want ik draag hier dan het liefst zeg maar sneakers onder. En dan vind ik het gewoon te veel enkel. Vind ik gewoon niet mooi. Nee, ik krijg er gewoon een beetje van die rare stompbeentjes van. Ik weet het niet. Het zit misschien in mijn hoofd. Maar het is gewoon persoonlijke voorkeur. Achterkant zit wel ook echt heel mooi. Ja, hij zit wel mooi. Maar ik vind hem gewoon te kort. En ze hadden geen 38, anders zou ik zeggen, die kan ik nog proberen. Ja, als ik één keer zo doe, dan wordt hij alleen maar korter. Jammer. Jammer. Deze zag ik buiten hangen. En toen hing die er niet weer in mijn maat. Dus toen ging ik binnenkijken. En toen hadden ze hem daar wel. En dit is wel een wijde pijpen. En het is een soort van legging. Nou, niet een soort van. Het is eigenlijk gewoon een legging. En deze heb ik in maat 40 genomen. Omdat er hier weer geen 38 van was. Ik zit momenteel heel erg tussen 40 en 38. Het ligt net aan wat voor broek, wat voor model, hoe past die. Dus ja, vandaar dat je misschien denkt, waarom zo verschillende maten? Ik weet het gewoon niet. Ik moet het, dat is het verhaal. Ik moet het passen om te weten hoe het zit. En dat kan daar dus niet. Dus ik heb gekozen voor maat 40. Omdat ik dacht, ja, er zit wel wat stretch in. Hij moet lang genoeg zijn. In de meeste gevallen vallen kleinere maten ook korter. En daar gaat het bij mij heel snel mis. Dus ik heb hier ook wel een beetje twijfel. Maar ik dacht, nou ja, laat ik voor maat 40 gaan. Dan pak ik in ieder geval weer net even 1 of 2 centimeter lengte mee. We gaan zien. We gaan het zien. Dit is echt een mega teleurstelling. Want deze broek is fantastisch. Hij is zo mooi. Hij zit hier een beetje in de taille wijd, maar dat is verder totaal niet storend. De achterkant is ook heel mooi. Maar hij is te kort. Hij is echt te kort. Het is echt hoog water. En het hoort gewoon niet. Ik wil eigenlijk dat dit soort broeken, zeg maar, tot over je schoenen. Die moeten net een centimeter boven de grond. Dat is echt fantastisch. Nou, dat doet hij niet. Dus ja, ik ben 1,73 meter, maar over het algemeen vallen broeken kort bij mij. Dus ja, hou dat in gedachten. Maar dit is er wel eentje. Ja, dit is er wel eentje die ik wel had gewild. Ik zal even kijken wat die kost, want dat was ik volgens mij vergeten. 10 euro. Ja, voor 10 euro is het wel een hele leuke broek. Onder het motto feestdagen. Kijk. Ik hou hiervan. Ja, ik vind het heel leuk. Ik ben een beetje bang dat hij misschien een beetje degelijk is. Omdat hij denk ik tot de knie valt. Maar hij heeft wel denk ik ook wel een mooie laag décolleté. En hier is hij een beetje een soort van waterval. Ja, hij was 15 euro. Ik heb een maat 40. Ja, ik weet het niet. Ik wil het gewoon heel graag aanzien. Ik denk namelijk dat hij best wel eens heel mooi kan aansluiten. En ik vind het stofje gewoon heel feestelijk.
En ik heb nog niet mijn echte kerstoutfit. Ik heb wel een aantal opties van dingen die ik al had. Die ik dan kan combineren met... Ik heb één broek via Vinted. Die heb je denk ik in de vlogs al gezien. Zo niet. Abonneer je even. En in mijn vlogs laat ik dat soort dingen ook allemaal zien. Maar voor het diner met mijn ouders... Ja, heb ik gewoon nog niet echt iets gevonden. En dit zou het best wel kunnen zijn. Doet dit wat ik verwacht had dat hij zou doen? Zeker. Maar het is weer moeilijk te zien omdat het zwart is. Hij is een maatje te groot. Ik heb een maat 40 en daardoor hier heeft hij dat waterval. Maar dat gaat nu echt ploppen omdat hij daar te veel ruimte over heeft. Ja, hij zit wel heel mooi. Hij is wel echt gemaakt om hier zeg maar het slankste deel van mijn lijf te accentueren. Ik zou een maatje kleiner moeten proberen, denk ik. Even vanaf deze kant. Ik denk dat je het dan misschien iets beter ziet. Hier, ja, maar is dat het model? Of... Dat is dus lastig. Als ik dit in de winkel had gepast, dan had ik gelijk een andere maat kunnen pakken. Ik bedoel, het misstaat echt totaal niet hoor. Ik vind het echt heel mooi staan. Daar niet van. Er zit genoeg stretch in om wel nog vorm te hebben. Maar ik zou toch graag ook even een maat kleiner willen proberen. Omdat ik nu het gevoel heb dat hij dit, zeg maar... Ja, lastig. Stel dat ik dit een beetje strak trek. Heeft hij dan echt een ander effect? Nou, het valt op zich wel mee. Misschien is het toch het model. Ik vind dit moeilijk, jongens. Ik vind hem wel heel mooi. Dus ik ga hem wel even in gedachten houden. Even nadenken of ik... een maatje kleiner wil proberen of wat ik denk. Ik doe het ermee. Ik zie mezelf al wel bij mijn tafel. Bij mijn tafel aan ouders zitten. Bij mijn ouders aan tafel zitten. Deze vind ik ook echt heel mooi. Dit is een satijnen blouse die zij in meerdere kleurtjes hadden. Ik heb hem gezien in het bruin, in het groen, in het zwart. En deze is 11 euro. Ik heb een maat 38 genomen. Ja, het is zo'n mooi stofje. En dit is wel feestelijk. Ik bedoel, zeker als je gewoon, weet ik veel, een glitterbroek of hè, noem het maar op. Maar je kunt hem ook gewoon het hele jaar nog doordragen, omdat het ook gewoon een hele mooie blouse is. Ik ben heel benieuwd hoe die staat. De blouse, hij valt korter dan ik had gedacht. En dat vind ik op zich wel charming. Je ziet wel waar mijn hemdje ophoudt. Ik heb een wit hemdje eronder. Nou, dat zie je. Dus dan zou je voor rood moeten gaan, denk ik. Hij heeft zelfs een beetje een pofmouwtje. Zo, op deze manier vind ik hem nogal vormloos. Maar ja, je kan hem natuurlijk in je broek doen. Dit gaat niet zo soepel. Sorry. Ik weet het niet. Ik weet niet of ik het echt een succes vind. Nee, dit vind ik ook niet leuk. Wacht, ik doe hem even in mijn broek. Beter. Maar... Nee, ik zie het mezelf niet dragen. Dus ja, ik weet niet. Nou, voelt niet als mij. Dit is niet per se heel boeiend en hoef ik ook niet aan te passen. Maar was wel heel erg nodig. Sokken. Ja, ze zien er fijn uit. Ik moet zeggen, ik heb altijd die van de Primark. Maar nu ben ik dus de laatste keer vergeten. En het zijn 4 stuks voor 3 euro. Dus 2 pakketjes, dan kan ik weer eventjes vooruit. Deze... Is ook wel een beetje feestdagen vibe, maar ook weer niet per definitie. Wat is er feestdagen aan? Hij heeft een glittertje. Maar het is echt... Nou, de camera pakt hem ook nauwelijks op. Het is een zeer klein, subtiel glittertje. En dit is een jumpsuit. Ik heb een maat 38 en hij was 18 euro. Ja, het is heel moeilijk te laten zien. Ik heb het vermoeden dat hij misschien een beetje... doorschijnt. Klein beetje, aangezien ik het raam er doorheen zie. Maar ja, het is gewoon wel, denk ik, heel schattig met dat glittertje. Ja, hij pakt dat glittertje echt nauwelijks op, joh. In het echt is het wel iets meer dan op camera. Ja, dit leek mij ook wel leuk voor het met kerstdiner. Dus het is een beetje dit of dat jurkje. Ligt er net een beetje aan hoe het valt. Maar ik ben heel benieuwd. Hij zit prachtig. Echt niet normaal. Ja, het is gewoon jammer, want
Hij glittert toch echt zoveel minder dan... Nou ja, je moet me geloven. Maar hij zit echt heel mooi. En die strik aan de achterkant. Zwart is altijd heel moeilijk te filmen. In de spiegel. Ja. Hij zit heel mooi. Ik kan niet anders zeggen. Ik weet niet. Ik had het gevoel dat het er tegen ging vallen. Maar het valt eigenlijk helemaal niet tegen. Ik vind het misschien niet feestelijk genoeg. Dat is wel een dingetje. Het had feestelijker gemogen. Maar hij zit wel mooi. Dan heb ik ook nog een chillbroek. Want ik zag deze en ik was al een tijdje op zoek naar een lekkere trainingsbroek die gewoon wijd valt. Die zeg maar niet zo'n elastiek om je enkels heeft. Want die gaat dan op een gegeven moment een beetje in je enkels zitten. En ook omdat ik dus lange benen heb, gaat hij dan omhoog. En dan zit hij niet meer om mijn enkels, maar op mijn onderbeen. En dat is gewoon irritant. En ik zag deze en ik dacht, this is it. Hij ziet er super lang uit. Lekker wijde pijpen. Ik heb een maat 38 en hij is 10 euro. Ik vind de kleur ook heel leuk. Ja, het is natuurlijk wel zo besmettelijk als het maar kan. Maar ja, alles past erop. En op mijn chilldagen denk ik dat ik hier echt in ga leven. Oppassen is dan weer niet zo ideaal met die baby's. Want ja, dan blijft hij denk ik niet wit. Dus het is wel meer voor thuis. Aan de achterkant zit een soort van een nepzakje. Ja, het is echt een nepzakje. Geen echte. Maar ja, ik denk dat die echt ook nog wel leuk staat. Jongens, deze broek wil je. Dit is fantastisch. Hij zit zo comfortabel. Hij zit ook mooi aan de achterkant. Had ik niet eens gedacht. Ik had toch een beetje een vormloze zak in gedachten. Dat is het niet eens. Ik vind dit echt fantastisch. Hij is super zacht. De zakken aan de voorkant zijn wel echt. Die zie je er... Even kijken, hoe ga ik dat... Hier. Die zie je er wel een beetje doorheen. Ja, love it. Oh, dat had ik echt niet verwacht dat ik hem zo leuk zou vinden. Ik heb er zelfs zwart ondergoed onderaan. En volgens mij zie je dat niet. Wat is dit? Wat zie je hier? Oh, dat zijn de kaartjes. Ah, oké. Ja, echt... 10 punten voor deze broek. En ze hebben hem ook nog in andere kleuren. Dus misschien ga ik er nog wel eentje halen. Ja, love it. Dan heb ik als laatste dit topje. Velvet topje met kant. Super cute. Super, super leuk. Ik dacht, ja, dit ga ik meenemen. Want dit vind ik helemaal najaarsvibes. En hij is 7 euro. Dit is het maat 38. Ja, ik zie dit helemaal voor me. Dit kun je gewoon, omdat hij zwart is, kun je hem overal mee combineren. Maar het leuke is dat je dus bij iedere broek waarbij je hem nu aantrekt, omdat het dus feestdagen vibes heeft, dan geeft hij gelijk een beetje extra sjoem of zo. Ja, heel erg leuk. Hij is wel echt mega gevoelig voor stof. Van een afstandje zie je hem nu niet, maar als ik hem misschien dichtbij hou... Nou, zien jullie het ook niet echt. Maar in het echt zie je zeg maar nu al best wel wat stof erop zitten. En ik met mijn katten is een uitdaging. Maar ja, dan moet je gewoon even zorgen dat je een roller in je tas hebt als je ergens heen gaat. Maar ik vind hem echt heel erg cute. Ik heb een klein beetje twijfels bij deze. Omdat hij best wel groot valt. Dus hij sluit niet aan. Waardoor hij een beetje zijn vorm verliest. Kijk, dit is echt helemaal schattig. Super handig. De bandjes zijn verstelbaar. Dus je kunt hem in qua hoogte veranderen. Je zou hem natuurlijk ook in je broek kunnen doen, hè? Of in je top. Maar ja, dan wordt hij wel weer echt heel kort. Ja, 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 ja. Ik weet het niet. Ik ben er niet weg van. Dat zijn alle items die ik geshopt heb. Ik vind het best wel geslaagd. Ik ga niet alles houden, maar sommige dingen word ik toch ook wel heel blij van. En het verbaast me gewoon elke keer weer dat de Zeeman zulke leuke kleren heeft. Af en toe moet je daar gewoon even naar binnen lopen. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je weer bij de volgende video.